Na een jaar van hard werken is het dan nu eindelijk zover. Vrijdag 24 mei wordt de nieuwe Martinus officieel geopend, maar wij namen alvast een kijkje. Na een jaar van hard werken, slopen, breken, heien, felle waai, felle overlast. Mensen die met kabelbreuken zaten en weer begonnen te klagen dat er geen internet was, een telefoon niet, is het nu eindelijk zover. Vrijdag wordt het weer geopend, het nieuwe Sint-Martinus. Ja, trots. Ja. Ja, het is echt een enorme klus geweest natuurlijk. Maar ja, met een prachtig resultaat. Ik bedoel, het is een heel mooi gebouw met 42 appartementen, 40 twee-kamerappartementen en twee studio's voor tijdelijk verblijf. Het is gebouwd, de woonschakel is zeg maar de opdrachtgever. En Fame heeft het concept wonen zoals thuis hier helemaal geïntegreerd. En het idee is dus echt dat mensen hier kunnen wonen zoals ze dat thuis ook deden. En dat wil zeggen dat we gewoon echt heel erg uitgaan van wat mensen zelf belangrijk willen, graag willen. En wat ze zeg maar kunnen behouden van dat wat ze van thuis meenemen. Dus de appartementen worden door ons wel gestoffeerd opgeleverd, maar mogen volledig door de mensen zelf ingericht worden. Dat betekent dus ook dat als ze de gordijnen die wij hebben opgehangen niet mooi vinden, dan halen ze dat eraf. En het gebouw is eigenlijk zo ingericht dat er 8 appartementen gekoppeld zijn aan een buurt. En een buurt bestaat uit een hele grote keuken en een grote woonkamer. En mensen kunnen daar van die faciliteiten gebruik maken in een gezamenlijkheid. Maar mensen kunnen er ook voor kiezen om in hun appartement te blijven. En op elke buurt hebben we een woonassistent te werken. En deze mensen hebben echt aangenomen om het stukje welzijn van de bewoners aandacht te geven. En dat kan dus in groepsverband, maar dat kan ook individueel. Zullen we eens binnen gaan kijken? Lijkt me leuk. Helemaal goed. Gaan we doen. Waar staan we nu? We staan nu in een van de 5 buurtkeukens. Dit is een buurtkeuken op de begane grond. Het gebouw is zeg maar qua kleurstellingen zo ingericht dat je op deze etage is gebaseerd op de kleuren van de stad, met een blik. De etage hierboven zijn de blauwe tinten van het IJsselmeer. En de tweede etage zijn de kleuren van de weilanden, dus het groen gebruikt. En dit is dus buurt nummer 2. Mogen ze hier zelf koken? Dat mag, ja, tuurlijk, ja. En de woonassistenten, waar we het net over hadden, die koken hier sowieso ook voor de mensen. Ja. Dus er wordt ter plaatse gekocht. Jullie hebben geen toeleverancier voor de warme maaltijden en zo? We maken wel gebruik van een leverancier, maar daar kunnen we van verse producten bestellen. Dus niet kant-en-klare maaltijden. Nee, we bereiden eigenlijk alles zelf. Ja. Waar staan we nu? Nu staan we in de woonkamer van buurt 2. Gekoppeld aan de keuken. En ja, dit bij elkaar is dus eigenlijk de gezamenlijke ruimte voor 8 appartementen. En wat kunnen ze hier? Hebben ze hier iets van tijdsbesteding? Hebben jullie daar dingen voor? Ja, ook daar zijn de woonassistenten zijn hier voor het ondernemen van activiteiten. We hebben een medewerkster activiteiten. En ze kunnen hier televisie kijken, spelletjes doen, kranten lezen, taarten bakken. Lekker buiten zitten op het prachtige terras. Ja, dus dat is wat hier kan. En hoe zijn de reacties van de bewoners? Jullie hebben nu al bewoners? Ja, we hebben zeker al bewoners. En die zijn eigenlijk heel erg positief. Ze hebben natuurlijk prachtige mooie appartementen. Die kunnen we zo ook nog wel even laten zien. En veel ruimte, lichtgebouw. Ja, mensen zijn heel blij. Ja. Zo te zien staan we nu in een slaapkamer en in een badkamer. Ja, dat klopt. We staan hier inderdaad in de slaapkamer. En badkamer waar ook weer nog steeds op de begane grond. Dus de kleurstellingen in de badkamer zijn nog steeds gebaseerd op de stad Medemblik. En zoals jullie kunnen zien zijn het ruime slaapkamers. Mensen kunnen hier dus ook gewoon een tweepersoonsbed neerzetten. Mensen kunnen hier ook als echtpaar wonen. Ja. Ja, dit is helemaal een sprookje geworden natuurlijk, de tuin. Ja, die is prachtig geworden. Ja, de tuin is echt ontzettend mooi opgeknapt. En zoals je kunt zien ook de aanleunwoningen van Kleienburg en de kapel. Voorheen maakte de kapel onderdeel uit van het Martinus. Nou, dat is niet meer zo.
Maar goed, morgen hebben we een grote opening. En dan maken we wel gebruik van de kapel, want ja, hoort er toch wel bij. Hij is nu wel, de kapel is nu wel steeds in gebruik. De kapel, nou ja, de kapel is van de woonschakel. En die zijn wel nog zoekende wel wat voor bestemming ze de kapel kunnen geven. Dus ja, als iemand een leuk idee heeft, de woonschakel is er blij mee. En jullie zien daar een klok hangen. De klok is, die komt uit het oude Martinus en die hebben we daar teruggehangen, want daar hing geen klok meer. Dus ja, dat zijn wel leuke dingen. Een werkende klok? Als het goed is doet hij het. Ik heb hem nog niet uitgeprobeerd. Nee. Na zoveel jaren van echt, ja, het pand was af natuurlijk, het oude Martinus, is dit natuurlijk een verademing voor die mensen. Ja, het oude Martinus was echt oud en gewoon niet meer van deze tijd. En ik denk dat Ommering met deze locatie wel echt zorg naar een hoger level heeft gebracht. Dus het is zowel voor de mensen die hier wonen als de mensen die hier werken, is dit een ontzettende fijne, mooie, prachtige plek. Ja. Zelf nog wensen die denk je denkt van, die zou ik nog wel willen zien vervuld? Nou ja, op dit moment erg gelukkig en trots dat, ja, dat ik hier kan staan. Ja.